Deze zaak speelt zich af in Den Bosch, om precies te zijn hier in de Kloosterlaan in de wijk Maaspoort. En het gaat om een overval op een gezin. En wij zoeken de twee overvallers, maar het begint met twee jonge meiden. Het is dinsdagavond 22 oktober tegen 8 uur. Een jaar of 14, 15 zijn ze. Eigenlijk niks geks, totdat ze aanbellen bij een van de huizen in de straat. Ineens duiken er twee overvallers op en met een pistool staan ze binnen. Meteen is er paniek en dan... Er waren meerdere mensen in huis en dat is misschien net iets waar de daders niet op gerekend hadden. Eigenlijk werden ze gewoon weer weggejaagd, maar in alle paniek is er wel geschoten. Gelukkig raakte niemand gewond. Een zaak met opvallende details. Want aan de ene kant hebben we het over een serieuze gewapende overval waarbij werd geschoten. Aan de andere kant kwamen de daders wel wat klungelig over. En dan zijn er nog die meisjes. Wat was hun rol nou precies? Wisten zij wat er ging gebeuren? Feit is dat ze aanbelden en zo de bewoners het gevoel gaven dat er niets aan de hand was. Heeft iemand die meisjes op dinsdagavond 22 oktober al eerder in de wijk Maaspoort gezien? Alleen? Samen met anderen? Wie heeft de vermoeden wie het kunnen zijn? Twee jonge meisjes waren het nog maar een jaar of 14, 15. En een van hen had bruin haar tot op de schouders, opgestoken met een haarklem. En een van de daders droeg waarschijnlijk een motorjack. Nog een opmerkelijk detail. In de zomer in juli werd er ook bij het huis aangebeld. Door iemand met een bivakmuts. Er werd niet opengedaan. De overvaller droop weer af. Er was dus al eens eerder geprobeerd de bewoners te overvallen. Alle informatie in deze zaak is uiteraard welkom. Wie kan er iets zeggen over die twee jonge meisjes? En wie heeft die overvallers al eerder in de wijk gezien? Maar ook, wie heeft ze gezien op hun vlucht in de richting van het Maaspoortgebouw? Mijn collega's zitten nu aan de telefoon. Dus 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000. Maar u kunt ook reageren via de website. En ook deze zaak is te volgen via Facebook. Hoe dan ook, als u iets weet dat kan helpen de daders te vinden en de meisjes, laat het dan snel weten.